Meneer de eerste minister, beste vrienden, goeie avond en welkom op onze nieuwjaarsreceptie, op ons nieuwjaarsfeest. In goede liberale traditie, opnieuw, in het hart van Brussel. En dat is voor ons nog altijd de stad met gezelligheidsniveau 4. Vrienden. Vrienden, het zal jullie niet verbazen dat ik begin met goed nieuws. Voor het eerst in jaren zijn de economische vooruitzichten positief. Nog nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als vandaag. Steeds meer mensen starten hun eigen zaak. Het consumentenvertrouwen trekt terug aan. En onze bedrijven, de concurrentiepositie van onze bedrijven, die gaat opnieuw flink vooruit. Na de 7 magere jaren breken er, voorzichtig, 7 betere jaren aan. En het zijn liberale recepten die zorgen voor jobs en voor economische groei. Meer vrijheid, minder regels en minder belastingen. Dat hebben we beloofd en dat hebben we gedaan. Er ligt voor niet minder, verschiet niet, voor niet minder dan 8 miljard aan lastenverlagingen op de tafel. Alsjeblieft. 8 miljard. Laat mij eens eventjes een paar feiten op een rij zetten. Fact check. Voor zelfstandigen die voor de eerste keer iemand in dienst nemen, gaan de belastingen omlaag. Voor de horeca gaan de belastingen omlaag. Voor ondernemers die investeren in hun bedrijf, gaan de belastingen omlaag. Voor wie een eigen zaak opstart, gaan de belastingen omlaag. Voor wie investeert in de digitale economie, gaan de belastingen omlaag. Voor wie in ploegen werkt, gaan de belastingen omlaag. Voor mensen die miserie meemaken en die in een echtscheiding zitten, gaan de belastingen omlaag. Voor wie deze dagen naar het autosalon gaat en een energievriendelijke auto koopt, gaan de belastingen omlaag. Voor wie in Brussel komt wonen, gaan de belastingen omlaag. Voor wie een schenking doet of krijgt, gaan de belastingen omlaag. Ja, zelfs voor Vlaamse filmproducties en podiumkunsten gaan de belastingen omlaag. Vrienden, voor iedereen die iemand te werk stelt, in de grote, de middelgrote, de kleine bedrijven en voor alle zelfstandigen gaan de belastingen omlaag. Omlaag. Weet u, vanaf april van dit jaar dalen ook de patronale bijdragen. Die gaan van 33 naar 25%. En weet u eigenlijk wie dat verwezenlijkt? Weet u eigenlijk wie dat doet? Wel, ik zal het u vertellen, want ze werkt graag in stilte. Het is een liberale minister. Het is een zwaar gewicht in de regering. Ze legt er haar hele gewicht voor in de schaal. Het is onze Maggie de Blok die daarvoor zorgt. Bedankt, Maggie. Dat is een traditie, hè, Maggie. Vrienden allemaal, wij willen graag in een modern land wonen. Een modern land, waar de treinen vlot rijden. Een land waar je niet alleen je baby zit, maar ook graag een taxi met een smartphone kan bestellen. Een land waar doktersbriefjes elektronisch zijn. Een land waar flexijobs, waar wij zo trots op zijn, daar die worden uitgebreid,
Niet alleen in de horeca, maar overal. Zodat je vrij en onbelast kan bijverdienen, want dat is meegaan met de moderne tijd. Wij liberalen, wij willen vooruit gaan. En in tegenstelling tot doemdenkers, in tegenstelling tot ik wat op heel wat andere nieuwjaarsrecepties heb gehoord, geloven wij wel. Is het niet waar, Charles? Wij geloven wel dat het hier met dit land beter gaat. Vooruit gaan. Het is dan ook samen met onze partner van de MR dat wij voor de verkiezingen het sociaal-economische beleid tot inzet hebben gemaakt. Wij hebben samen een as gemaakt tegen de institutionele blokkeringen en tegen de afbraak van ons land. En we hebben daar woord gehouden. Voor het eerst in 20 jaar ligt er met de regering van Charles Michel geen staatshervorming op de tafel. Wij maken België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië sterker door ons economisch beleid. En wie op deze manier het land verder wil hervormen, wel, die heeft aan ons een partner. Maar, en ik zeg het klaar en duidelijk. Wie dit land toch zou willen splitsen, wie kostbare tijd wil verspillen aan communautair gehakketak, die zal het zonder de liberalen moeten doen. Vrienden, u weet het vast nog. Onder Guy Verhofstadt werd de personenbelasting verlaagd met bijna 4 miljard euro. En nu de liberalen vandaag opnieuw de sterkste as in de regering zijn, opnieuw dit land leiden, opnieuw de eerste minister leveren, is de prioriteit ook opnieuw duidelijk. De regering Michel verlaagt de personenbelasting opnieuw met 4 miljard euro. Bravo. En deze maand, eigenlijk de komende dagen al, zal u die vooruitgang voelen op uw rekening. U gaat netto meer verdienen. En tot spijt van wie het benijd heeft en aan al wie er aan getwijfeld heeft, zeg ik, er komen dit jaar tot maar liefst 600 euro netto centen bij op uw rekening. 600 euro. Vrienden, wij volgen, als het gaat over belastingsverlagingen, een duidelijke filosofie. Een duidelijke filosofie, en die is dat u zelf het best geschikt bent om te beslissen wat u met uw geld wil doen. U kan dat beslissen en niet de staat. U krijgt de vrijheid over uw centen. En daarmee komt ook de verantwoordelijkheid om te beslissen wat u ermee doet. Wij houden niet van een grote overheid. Wij houden niet van betutteling. Wij houden niet van verbodsbepalingen. Maar wij geven via de fiscaliteit wel aan wat de werkelijke kostprijs is van de keuzes die u maakt. Roken en drinken, niet verboden. Maar het is wel slecht voor de gezondheid. En daarom zijn er accijnzen op tabak en alcohol. Diesel en stookolie, fossiele brandstoffen, die stoten CO2 uit, die zijn slecht voor het klimaat. En daarom worden er taksen opgeheven. Wie vrijheid en verantwoordelijkheid koestert, voor al wie dat doet, is het belangrijk om eerlijk en transparant de werkelijke kostprijs van dingen te laten zien. Om geen facturen onder de mat te schuiven. Om duidelijk te maken dat al wie voor gratis pleit, gratis bussen,
gratis treinen, gratis elektriciteit, altijd de buurman laat meebetalen. Wel nu, ik zeg u, de illusie van gratis scheren is voorbij. Voorbij. Vrienden, er moet me in dat opzicht iets van het hart. Ik ben bijzonder tevreden dat we zijn toegetreden tot de Vlaamse regering. Meer nog, het was eigenlijk dringend nodig dat de liberalen in de Vlaamse regering kwamen. En ik zal u zeggen waarom. Omdat er nood was om aan eerlijke politiek te doen. Omdat het tijd werd om de problemen te benoemen. Want weet u wat wij aantroffen toen we daar aankwamen? Puinhopen die nog groter waren dan we vanuit de oppositie hadden gedacht. In januari 2009 was Vlaanderen onder Dirk van Mechelen schuldenvrij. Volledig schuldenvrij. En nauwelijks 5 jaar later, aan het einde van de vorige legislatuur, stond die teller alweer dik op rood. En alsof dat nog niet erg genoeg was, vonden we in de schuiven van het energiebeleid een stinkende factuur van 9 miljard euro. 9 miljard. Vrienden, wij zijn er de partij niet naar om de schuld van wat er fout gaat ergens anders te leggen. Wij zijn een beleidspartij. Wij nemen verantwoordelijkheid. Wij lossen problemen op, ook in de Vlaamse regering. En zelfs als we er voor geen millimeter schuld aan hebben, kuisen wij de puinhoop op. En daarvoor alleen al, verdienen onze ministers alle respect. APPLAUS.